Welkom op het kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. Vandaag laat ik je mijn top 3 producten zien met verborgen suikers. En het gaat hierbij om de toegevoegde suikers. Nou, de producten die ik hier niet heb staan zijn producten waarvan ik hoop dat je weet dat ze veel suiker bevatten. Zoals snoep, koek, gebak, chocolade en frisdranken waar suiker aan toegevoegd is. Ik hoop dat je daarvan weet dat dat producten zijn die veel suiker bevatten. En die benoem ik dus niet in deze video. Maar in deze video laat ik je 3 producten zien waarvan veel mensen niet weten dat er toch nog wel aardig wat suiker in zit. Nou, de eerste productgroep waar ik met je naar wil kijken zijn de ontbijtgranen. Nou hoop ik stiekem dat je wel weet dat ontbijtgranen die bijvoorbeeld chocolade bevatten of bijvoorbeeld deze honey loops of honey pops, dat die veel suiker bevatten. Nou, van de ontbijtgranen waarvan ik hoop dat je het stiekem al wist dat ze veel suiker bevatten, zoals bijvoorbeeld die meal pops van Kellogg's, dan bevat het per portie van 30 gram 8,1 gram suiker, wat gelijk staat aan 2 hele suikerklontjes. Nou, dat is een behoorlijke hoeveelheid. Ik weet niet of je wel eens een portie van 30 gram hebt uitgemeten op een weegschaaltje. Maar dat is ook best wel een kleine portie, dus het is echt wel heel suikerrijk. Nou, een andere versie is met chocola. Tresor van Kellogg's wederom bevat per portie van 30 gram 8,4 gram suiker. Dus redelijk gelijk aan de Honey Pops. Wederom 2 klontjes suiker per portie. Maar er zijn andere ontbijtgranen waarvan veel mensen misschien niet verwachten dat ze veel suiker bevatten, maar dat wel bevatten. Nou, één versie die ik hier niet heb staan zijn bijvoorbeeld de crunchy mueslis. Dat zijn de mueslis die wat harder zijn, vaak grotere brokjes bevatten. Daar zit vaak ook heel veel suiker in. En zelfs als er op de verpakking staat dat het vol vezel is, of dat het heel gezond is, of dat er heel veel gezonde noten en zaden in zitten, wordt er vaak nog wel veel suiker aan toegevoegd. Nou, een andere variant die ik hier heb, die veel mensen wel kennen, zijn de Special K's. Nou, Special K is ooit op de markt gekomen en werd heel populair in de dieetindustrie, omdat het relatief weinig vet en calorieën bevat. Maar dat zegt nog niks over de hoeveelheid suiker die het bevat. Want als je kijkt naar per portie, wederom een portie van 30 gram, bevat het 5,1 gram suiker. Nou is dat natuurlijk een stuk lager dan bijvoorbeeld deze varianten. Maar 5,1 gram suiker is nog steeds meer dan een suikerklontje per portie ontbijtgranen. En eigenlijk is het gewoon niet nodig om suiker in je ontbijt te hebben. Nou, dan iets anders waar ik je graag bewust van wil maken is dat havermout ook suiker kan bevatten. Als jij gewoon standaard havermout koopt zonder toegevoegde smaakjes, dan is het in principe altijd suikervrij, maar je kan altijd even de ingrediëntenlijst checken voor de zekerheid. En veel mensen weten tegenwoordig ook dat havermout heel gezond voor je is, dat het heel veel voordelen voor de gezondheid kan hebben, dat het veel vezels bevat, dat het het cholesterol kan verlagen. Maar er zijn ook varianten havermout op de markt die niet zo gezond zijn. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld van Quaker de Oats Express smaak kaneel. Nou, denk je misschien, nou, dat is dan gewoon havermout met kaneel. Nou, nee, er wordt dus suiker aan toegevoegd. En per portie van 33 gram bevat het 6,3 gram suiker. Dus 1,5 suikerklontje voor 1 portie havermout. En ik vind het zeker in het geval van bijvoorbeeld dit, dus een havermout met wat kaneel, zo onnodig dat er suiker aan toegevoegd wordt. Want je kan gewoon natuurlijke havermout zonder toegevoegde stoffen nemen, daar wat kaneel aan toevoegen en dan heb je ook havermout met kaneelsmaak. En het is helemaal niet nodig om daar suiker aan toe te voegen. Dus wees je er bewust van als je ontbijtgranen koopt, dat je even goed naar de ingrediëntenlijst kijkt en naar de macro- en micronutriënten om erachter te komen of er suiker is toegevoegd en hoeveel suiker het bevat. Iets anders waar je dan bijvoorbeeld op kan letten is als je naar de ingrediëntenlijst kijkt, dat je kijkt naar wat is het tweede of eerste ingrediënt op de lijst. Nou, bij ontbijtgranen zal suiker regelmatig het tweede ingrediënt op de lijst zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar de Special K, dan bevat het allereerst rijst en volkoren tarwe en dan is het derde ingrediënt suiker. Nou, ingrediënten staan altijd op volgorde van de hoeveelheid waarin het aanwezig is in het product. Dus je weet als het een van de eerste ingrediënten is, dat het waarschijnlijk in een redelijke hoeveelheid aanwezig zal zijn. Product nummer 2 wat ik dan graag aan je wil laten zien als het gaat om verborgen suikers, dat zijn groente en fruit in blik. Ik heb hier maar een paar varianten, even gewoon ter demonstratie. Ik heb hier rode kool met appel en ik heb appelmoes. Nou, appelmoes weet je misschien wel dat het suiker bevat.
Het wordt gemaakt met appels en suiker. Kijk je ook naar de ingrediëntenlijst, dan is de tweede ingrediënt suiker. En verder wordt er nog wat citroensapconcentraat en antioxidant aan toegevoegd. Maar appelmoes is ontzettend rijk aan suikers. Het is niet alleen maar appel. Het bevat namelijk per 100 gram 13,5 gram suiker. Dat is meer dan 3 klontjes suiker per 100 gram. Dat is best wel een redelijke hoeveelheid. En het is niet nodig om zo'n product te gebruiken in je voedingspatroon. Er zitten verder ook niet heel veel gezonde voedingsstoffen in. Dan kan je beter gewoon een appel eten. Maar wat ik je even wilde laten zien als het om de appelmoes gaat, is dat je tegenwoordig ook suikervrije varianten hebt. Nou, dit is dan de hak 0% appelmoes. Wat bevat dat? Bevat nog steeds als hoofdingrediënt appel en dan citroensapconcentraat en antioxidant. Dus het enige verschil is dat ze de suiker eruit gehaald hebben. En kijk je dan ook naar de 100 gram voedingswaarde, dan bevat het 9,5 gram suiker. Maar die 9,5 gram zijn dus van nature aanwezige suikers. Dus dat zegt ook iets over hoeveel suiker hierin zit. Want er zit dus in principe 9,5 gram suiker van zichzelf al in. Maar omdat het zo niet nodig is om hier suiker aan toe te voegen, raad ik je aan, mocht je nou heel erg van appelmoes houden, kies dan in ieder geval voor de suikervrije variant. Nou, een ander voorbeeld is rode kool. Rode kool is bijna onmogelijk om te vinden zonder suiker als het gaat om kant-en-klare versies. Daarom zeg ik ook eigenlijk altijd, als je het kan en als je er tijd voor hebt, maak het dan gewoon zelf en doe het dan zonder suiker. Nou, hoeveel suiker bevat het dan per 100 gram? Het bevat 8,9 gram suiker per 100 gram. En dan staat er ook nog heel netjes bij, waarvan 2,3 gram suiker van nature aanwezig. Dat zou dus betekenen dat er ongeveer 6,5 gram suiker, gewoon toegevoegde suiker, per 100 gram in zit. Nou, ga ervan uit dat je een portie van 200 gram eet. Dan krijg je dus 13 gram suiker binnen. Dat is meer dan 3 klontjes toegevoegde suiker met een portie rode kool. Nou, dit geldt ook voor bijvoorbeeld bepaalde soort fruit die in blik verkocht worden. Dat zit vaak in een suikersiroop. En je zal het ook regelmatig zien met bepaalde groentes die bijvoorbeeld als zoet-zuur bestempeld worden. Daar wordt ook vaak suiker aan toegevoegd. Nou zijn er echt wel heel veel producten in blik en in pot die gewoon geen suiker toegevoegd hebben en gewoon gezond zijn. Maar wees er wel van bewust dat dit kan gebeuren bij groenten en fruit in blik. En dat je dus altijd even goed de ingrediëntenlijst moet checken. En dan de derde categorie producten die ik je graag wil laten zien, dat zijn de sausen en dressings. Ik heb hier best wel een hele hoop staan, omdat er ook een hele hoop op de markt zijn waar suiker aan toegevoegd wordt. Nou, laten we even beginnen met de dressings. Ik heb hier twee varianten voor gekocht. Dat is de balsamico dressing en de honing mosterd dressing. Nou, honing mosterd geeft het misschien al een beetje weg. Er wordt honing aan toegevoegd. Honing bevat veel suiker, zijn dus toegevoegde suikers. Maar kijk je dan naar wat het per 30 milliliter bevat, en dat is in principe een eenpersoons portie, 6,3 gram suiker in een klein beetje dressing. En dan hebben we het echt over een klein beetje. Dus dat is gigantisch veel. Nou, kijk je ook naar de ingrediëntenlijst, is het eerste ingrediënt water en het tweede ingrediënt glucose-fructose-stroop. Nou, dit is dus een hele makkelijke manier om heel snel veel suikers binnen te krijgen. En ik raad het dus ook niet aan, zeker omdat er genoeg dressings op de markt zijn die kant-en-klaar zijn, die weinig tot geen toegevoegde suiker bevatten. En nog makkelijker, je kan ook gewoon zelf thuis een dressing maken, waaraan je dus geen suiker hoeft toe te voegen. Nou, dan een andere variant is dus de balsamico azijn. Dit is een vrij stroperige balsamico azijn en je zal zien hoe dikker de azijn, de balsamico azijn is, hoe meer suiker het bevat. Nou, deze variant van Remia bevat bijvoorbeeld per 30 milliliter 4,7 gram suiker, is nog steeds een heel suikerklontje. Het ingrediënt glucose-fructose-stroop staat wel ietsje lager op de ingrediëntenlijst. Dus dit is dan in dat opzicht een betere optie dan de honing-mosterd-dressing. Maar er wordt nog steeds suiker aan toegevoegd en wederom, je kan beter zelf gewoon thuis een dressing maken, zodat je precies weet wat erin zit. Nou, dat zijn even de dressings die ik voor nu had gepakt. Maar sausjes, dat is ook een heel belangrijk onderdeel als het gaat om toegevoegde suikers. Nou, zoals je hier ziet zijn het ook best wel verschillende sausjes die ik heb. Ik heb een knoflooksaus, barbecue saus, chili saus, saté saus en ketchup. Maar allemaal is suiker aan toegevoegd. Nou, van ketchup zal je dat verhaal misschien al wel een keer gehoord hebben. Dit is gewoon de standaard Heinz tomatenketchup. Die bevat per 100 gram 22,8 gram suiker.
Nou, ga ervan uit dat je zo'n 30 gram gebruikt voor een portie. Dan zit je al gauw op zo'n 7 gram suiker, dus bijna 2 suikerklontjes voor 1 portie ketchup. Wat wel leuk is om te benoemen is dat er onder andere van Heinz nu ook suikervrije ketchup op de markt is. En dat het dus wel mogelijk is om ketchup te eten zonder dat je toegevoegde suikers binnenkrijgt. Nou, dan even kijkend naar de andere sausjes die ik heb staan. Knoflooksaus, iets waarvan je het niet per se zou verwachten. Het is niet per se een hele zoetige saus. Bevat toch nog aardig wat toegevoegde suikers. Met in het geval van de Yildiz knoflooksaus bevat het per 100 gram 15 gram suiker. En dat betekent dat het per portie van 15 milliliter 2,3 gram suiker is. Nou, 2,3 gram suiker is op zich niet een extreme hoeveelheid. Maar mijn ervaring is dat mensen wel meer dan die 15 gram gebruiken voor een portie. En als je kijkt naar de ingrediëntenlijst, dan zijn het derde en vierde ingrediënt ook suiker en glucose-fructose-stroop. Dus het is zeker wel een product waar toch heel makkelijk veel suikers in je dieet kunnen komen. En dat raad ik dus niet zo snel aan. Je kan zelf natuurlijk ook gewoon knoflooksaus maken van bijvoorbeeld wat mayonaise met knoflook of wat magere yoghurt met knoflook. Dus het is niet nodig om daar toegevoegde suiker mee binnen te krijgen. Misschien ook nog wel interessant om te weten is dat volgens de WHO, dus de World Health Organization, op basis van onderzoek op dit moment de aanbeveling is om niet meer dan 10% van je dagelijkse calorieinname uit vrije suikers te laten komen. En dat zijn dus onder andere die toegevoegde suikers. Nou, dat zou gelijk staan aan ongeveer 50 gram suiker per dag. Dat verschilt per persoon. Het verschilt dus ook per hoeveel calorieën je op een dag nodig hebt en eet. Ik persoonlijk vind 50 gram echt wel een hele hoge maximale bovengrens. En ik raad mensen dus ook absoluut aan om gewoon zo laag mogelijk toegevoegde suikers binnen te krijgen. Nou, nog even terug naar de sausjes. Ik heb hier ook een barbecue saus. Barbecue saus staat er ook onbekend. Tenminste, bij veel mensen, maar niet bij iedereen, dat er suiker aan toegevoegd wordt. Omdat het ook een beetje een zoete, rokerige smaak heeft. Nou, en kijk je dan naar hoeveel suiker het bevat per portie, dan is dat 4,5 gram suiker. Dus een heel suikerklontje voor 1 portie barbecue saus. Nou, dan de sweet chili saus. Op zich zou de naam het al een beetje weg moeten geven. Er staat niet voor niets sweet, ofwel zoet. Maar toch weten veel mensen niet dat dit echt best wel suikerrijk is. Want kijk je naar per 100 gram, en ik sla hier echt stijl van achterover, bevat het 46,7 gram suiker. Nou, laten we zeggen dat je een kleine portie gebruikt van 15 gram, dan is dat alsnog bijna 2 klontjes suiker. Dit is echt ontzettend suikerrijk. Ik raad het dus ook niet zo snel aan om te gebruiken. Tuurlijk, af en toe kan je dit soort producten gebruiken. Dat geldt voor al deze producten. Maar als het gaat om gezondheid en zo min mogelijk toegevoegde suikers binnenkrijgen, dan zijn dit wel de producten die je eigenlijk zoveel mogelijk moet vermijden. En eigenlijk moet zien als een soort van tractatie. En dus niet iedere avond al deze sausjes over je eten heen moet gooien. Nou, dan een andere waarvan veel mensen het niet weten dat het suiker bevat. En dat is ook het laatste product wat ik je laat zien. Dat is de satésaus. Ik heb hier de Wijco satésaus. En die bevat dus ook suiker, want die bevat per portie van 45 gram 7,3 gram suiker. Dus wederom bijna 2 klontjes suiker voor een portie van een sausje. Suiker is ook het derde ingrediënt op de lijst en wederom, dit bevat dus veel suiker. Nou, zoals je ziet zijn er best wel wat producten op de markt die verborgen suikers bevatten waarvan je het misschien niet zou verwachten. Met bijvoorbeeld speciale uitschieters waarvan je niet zou verwachten dat het zoveel suiker zou bevatten. Wil je dus letten op jouw suikerinname, dan is het belangrijk dat je ingrediëntenlijsten leest en dat je kijkt naar hoeveel suiker er toegevoegd wordt aan een product. Het is in heel veel gevallen makkelijk en mogelijk om een suikervrije of in ieder geval lager in toegevoegde suikers variant te vinden. Zo is er tegenwoordig suikervrije appelmoes, suikervrije ketchup. Je kan zelf knoflooksaus maken. En er zijn ook genoeg ontbijtgranen op de markt waar geen suiker aan toegevoegd wordt. Ik hoop dat ik je met deze video wat inzicht heb kunnen geven over toegevoegde suikers en verborgen suikers in producten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg! Vond je dit een leuke video? Klik dan even hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie. En daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel, ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Tot de volgende keer. Doeg!